Hey, ik ben Erwin Verwekke, drievoudig wereldkampioen en we zijn hier aan de voet van de Koppenberg om deze nieuwe Specialized Crux te testen. Het eerste gevoel is, ik heb hem vastgepakt en ja, het is precies als je hem op je schouders smijt, dan weegt hij helemaal niks. Hè. Dus echt eens benieuwd hoe dat machine gaat werken hier. Ja, gewoon top hè. Heel snelle acceleratie, dat is hetgeen dat ik direct voel en vooral ja, heel licht. Denk net onder de 7 kilo en ja, dat voel je direct als je die vastpakt. Dat is ook ja, zo'n beetje terug de oude ronde buizen, dus dat is wel heel mooi. Ja, die loopt fantastisch hè. Ik heb nu mijn zadel van de juiste hoogte gezet en dus je zit er zo echt heel compact, agressief op. Stuurt ook heel goed. Verzet is wel heel handig, een beetje wennen voor mij, omdat het de E-tap is en dan hier ligt er heel zwaarder. Maar ja, dus dat is kwestie van een dag of twee dagen en dan ben ik dat wel terug gewend. En het is wel makkelijk als je gewoon vooraan één vast voorblad en achteraan kan je gewoon opschakelen tot 44. Dus dat heb je hiervan doen. Zeker als je op een bepaald moment op het einde van de koers echt aan blok zit op de klim, dan kan het wel zijn dat je die moet gebruiken. Dus het is altijd handig om een beetje overschot te hebben. En dat met een al een dag. Die fiets mag dan wel goed zijn, maar de conditie is... Hey, fantastische fiets. Een juweeltje. In 2022 is er een nieuwe UCI Gravel World Series die ik ga leiden. En ja, daar komt deze fiets perfect van pas, want dit is eigenlijk een crossfiets, maar de laatste versie van de Crux is ook heel breed gemaakt, waardoor je er perfect een band kunt insteken van 47 breed, zowel vooraan als achteraan. En dus ook heel geschikt voor gravelwedstrijden.